Goedemorgen, we zijn in Monaco. Woep woep. Oh my god, Monaco. Ik zie nu al echt dikke boten in de haven liggen. Weet je, je hoort er altijd over en al die roddels en dat soort dingen. Maar zoals altijd eerst, ontbijten. We beginnen het ontbijt met een cinnamon bun. Eggs Florentine. En pannenkoeken. Yeah. We zijn heerlijk toeristisch op een hop-on, hop-off bus gestapt. Moet ook wel als je kids hebt hoor. Oeh, karten. Ja, die man. We hebben hier een heerlijk ijsje. Ik heb sinds kort pink grapefruit ijs ontdekt. OMG. Nou, eigenlijk in China had je zeg maar zo'n roze grapefruit drankje met zeezout. Dat vond ik al super lekker. En sindsdien ben ik dus ook roze grapefruit ijs en dat soort dingen gaan eten. Zo lekker dit. Probeer het zeker als je het tegenkomt. Yo, iemand nog een slokje van een biertje van 16,50? Kom Monte Carlo. Onze lift is er. Woep, 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 woep. Nice ride, man. Het paleis. De bus. Kijk hoe schattig al die balkonnetjes zijn. Echt van die Franse balkonnetjes. Love it. We zijn weer terug op de boot. En ik heb een caprese salade. En een, ja, een soort van uitgeklede Caesar salade. Dit is gewoon boerenkool en parmezaanse kaas. En de dressing. En ik heb de anchovies en de croutons achterwege gelaten, dat ik, ja, dat niet eet. Soort van clean, soort van. Dit is wel echt een heel cool uitzicht, zou ik trouwens tijdens het eten. Er komt ook nog even een bootje voorbij varen. Super zen. Ik heb Stefan geholpen door een stukje pizza van hem op te eten. En ik begon al aan Jenny's chips te krabbelen. Dus ik heb maar gewoon nog een salade gehaald. Want ik heb echt mega honger. Boom. Dit is een salade met spinaziebladeren. Komkommer. Kikkererwten. Bietjes. Wortel. Zonnebloempitjes. Yummy, yummy, yummy. En een of andere Aziatische dressing. Zij gaan zwemmen, maar ik ga weer knuffelen met dit geweldige bed. Ik ben zo moe. Man. Weet je wat het ook is? Kijk, we zijn gewoon met 6 volwassenen en 2 kinderen. Het tempo van deze reis ligt een stuk lager dan wat ik in mijn eentje doe en wat ik in mijn eentje zie en blabla. Dus ik hoop sowieso dat jullie dat ook leuk vinden om te zien. Ondanks, ja, morgen gaan we wel excursies doen. De dag daarna ook en de dag daarna ook. Dus dan gaan we wel heel veel zien. Maar bijvoorbeeld gisteren en vandaag hebben we niet zo heel veel zin. Gewoon een beetje gechilled. Maar het is wel druk, 8 mensen bij elkaar. Dus ik heb af en toe gewoon wel mijn dutjes nodig. Zoals ik ze ook nodig heb wanneer ik in mijn eentje ben. Ik ga lekker slapen. Ik heb heerlijk geslapen. En ik heb me aangekleed voor de galaavond. We gaan zo lekker eten. Dit is wat ik aan heb. Ik heb een ketting. Dit is gewoon van de H&M. En ik heb natuurlijk de jurk der jurken aan. Ik bedoel, hello Brainless, wat trek je aan bij een galaavond? Natuurlijk het Beauty Gloss Josh V jurkje. Het jurkje heb ik deze keer gecombineerd met mijn Chanel tas. Ik draag hem. En ik heb mijn Charlotte Olympia hakken eronderaan. Dat zijn mijn mooiste hakken. Hier ben ik zo trots op. Ze hebben een maatje aan de achterkant en sterretjes aan de voorkant. I love deze schoenen. Die zijn echt voor speciale gelegenheden. Kom, we gaan eten. Ik heb voor het eerst in mijn leven een zoet voorgerecht. Een ananasboot. Oh, het ziet er wel echt heel lekker uit. Als tussengerecht heb ik een soepje met wortel. Dit was de enige vega optie op het menu, maar het komt eigenlijk ook wel goed uit. Want morgen zijn we in Italië. Dus even voorbereiding. Aardbeien, gemarineerd in balsamico azijn en witte chocolademousse. Er heeft hier eentje een chocolade soufflé gegeten, joh. Hoeveel energie heb je nu? Oké, dit krijg je dus morgenochtend ook als ontbijt, hè? Ze kan dus nooit de bed uitkomen. Maar dan geef je gewoon morgenochtend een chocoladesoufflé en dan kom je in bed uit, toch? Ja. Schatje. Super cool, ze hebben hier dus ook een theater.
best tof, toch? Morgen zijn we echt in Italië. We varen binnen bij Livorno. En we hebben een tour naar Pisa. Pisa en Lucca. Ik heb heel veel zin in. Ah, ik hoop dat je het leuk vond vandaag. Morgen gaan we dus weer samen op stap. Als je geabonneerd bent, mocht je nog niet geabonneerd zijn en wil je ook gezellig mee, klik dan hier om je te abonneren. En mocht je willen zien wat we gisteren hebben gedaan, dan kan je hierop klikken voor de vorige aflevering of voor de afspeellijst van de Travel Vlogs. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen!